Ik heb een heleboel mooie vragen in de discussie gezien. Ik heb hier even één verduidelijkende vraag voor jou uitgepikt. En dat was, heb je ook gecontroleerd voor inkomen? Dat vond ik echt een... echt zo'n onderzoeksvraag. Inkomen, hebben we dat meegenomen? Ik denk het, naar inkomensbron, denk ik, hebben we meegenomen, ja. Maar daar zagen we geen verschillen in. Oké, okay, ik denk dat dat de belangrijke toevoeging is, dat je daar geen kleine slag om de arm, ik zoek het thuis op. Je kan het nog even nazoeken, ja. En dan kan de vraagsteller er nog antwoord op krijgen als het toch anders was dan jij nu zegt. Nou, dan gaan we over tot de discussie en de vragen die allemaal gesteld zijn. Ik heb het tot nu toe een beetje bijgehouden, dus ik begin nu met wat ik nu op mijn papiertje heb. En ondertussen houd in bij wat er daarna binnenkomt, want dat, ik denk niet dat ik dat allemaal tegelijk op mijn schermpje kan doen. Ik begin maar weer even de vraag die bij jullie opkwam, waarvan we ook hebben gezegd, die doen we bij de discussie. Hoe is die uitwisseling van persoonsgegevens geborgd? Dat blijft een lastige vraag die gesteld wordt aan ons. Ja. Dus daar zijn we gewend. Ja, daarom. Dus om in te komen. Ja, wij werken volgens de handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg. Dat is sowieso de handreiking die wij gebruiken. Maar ik denk dat je heel veel kan voorkomen door gewoon met mensen het over het uitwisselen van gegevens te hebben. En ik denk dat dat iets is wat wij in de hulpverlening heel erg veel te weinig doen. Ik bespreek altijd met mensen die ik spreek dat ik met andere mensen over hun praat en of ze dat oké vinden. Want het gaat mij uiteindelijk om dat het met iemand beter gaat. Dus het zal nooit zijn om mezelf beter van te worden, maar het gaat om dat het met iemand beter gaat. En ik zeg altijd, als je niet wil dat je gegevens gedeeld worden, moet je ook niet gaan staan schreeuwen op straat, want dan weten heel vaak mensen juist wel wie je bent. En dat klinkt heel... misschien heel stigmatiserend, maar ik wil het juist vaak veel meer normaliseren. Omdat ik denk dat wij de AVG ook gebruiken als een excuus om maar niet dingen te delen met elkaar. Terwijl als het gaat om het beter laten gaan met mensen, dat je juist soms dingen moet delen. Ik deel ook met mijn buurman als ik op vakantie ga, zodat hij in de gaten kan houden of er niemand ongevraagd mijn woning binnengaat. En ik denk dat heel veel van de mensen die ik spreek het ook alleen maar prettig vinden als ik met de buurman praat waarom die soms schreeuwt. En hoor je nou nog vaak mensen die zeggen, nou dat wil ik inderdaad niet dat je het deelt? Dat kan. En dat heb je dan ook te respecteren, ja, vind ik. Maar er zijn altijd manieren. Kijk, je kunt ook buren of wijkbewoners of iemand van een supermarkt bijvoorbeeld gewoon in de algemeenheid vertellen wat het betekent als iemand soms kijk, hebben we bijvoorbeeld iemand die heette in de gemeente waar ik werk de appelflappenhapper. Die komt de winkel binnen en die neemt van elke appelflap een hap, legt ze dan vervolgens weer terug. Wij weten gewoon nu dat als hij dat gaat doen, dat het dan niet goed gaat met hem. Ja, is het dan erg dat de manager van de supermarkt mij benadert en zegt, goh Esther, de appelflappenhapper is er weer. Dus eigenlijk zegt hij dan tegen mij, joh, het gaat niet goed met deze jongen. Ga erop af. Ja, en denk, ja, volgens mij is dat het mooiste wat je kan bereiken, dat mensen gewoon ogen hebben voor elkaar in plaats van dat ze er met een boog omheen lopen. Ja, heel mooi voorbeeld. Ja. Ik zeg trouwens ook nog even, Carlijn, jij bent niet hier, maar dat er heel veel complimenten en waardering en applaus voor jouw persoonlijke verhaal is. Dus dat wil ik nog even benadrukken. Goed, vraag aan Wendy. De afbakening van je onderzoek, in hoeverre kan je je conclusies extrapoleren? Vraagt hier iemand. Dat is ook weer zo moeilijk. Ja, ik weet, ik pik de moeilijke vragen voor jou eruit. Nou, dat is in praktijkgericht onderzoek denk ik altijd ingewikkeld. Maar ik denk dat we... we hebben een enorme groep aan cliënten geïnterviewd. Ik weet niet of ik dat genoemd heb in mijn presentatie. Maar we hebben van 2 GGZ-instellingen hebben we alle vakcliënten benaderd. En dit was pre-AVG, maar we hebben samen met de hulpverleners hebben gekeken van, goh, is het nou een goed idee om deze cliënten mee te laten doen of niet? Vervolgens hebben we ook wel een half jaar lang gekeken of geprobeerd of die cliënten dan alsnog mee konden doen. Hè. Soms zit een cliënt even in opname, dan deden ze niet mee.
Dus op die manier hebben we wel zo groot mogelijke en zo'n divers mogelijke groep aan EPA of aan vakcliënten proberen te benaderen. En uiteindelijk hebben we ruim 400 cliënten geïncludeerd. Dat is ook niet weinig. Nee, dat is zeker niet weinig. Nee, heb ik ook niet in mijn eentje gedaan hoor. Dat ben ik ook weer vergeten te vertellen. Maar, ja. Dus eigenlijk zeg jij, ik denk wel dat ik mijn conclusies kan extrapoleren of verbreden naar de hele EPA-groep. Ja. Ja, natuurlijk heb je altijd een soort selectiebias, als dat dan zo leuk heet. Op het moment dat een cliënt, dat het echt niet goed gaat met een cliënt, dan nemen we deze cliënten niet mee. Maar goed, als het dan gaat bijvoorbeeld om de cijfers rondom slachtofferschap, dan kun je dus eigenlijk zeggen, dan is het een onderschatting van het probleem. Maar ik denk dat we ons best hebben gedaan om zoveel mogelijk cliënten alsnog mee te kunnen nemen in het onderzoek. Ja. Oké. Dank. Ik denk dat dat een antwoord is op de vraag van de vraagsteller. Een vraag aan Mayou dan. Er vraagt iemand, waarom wordt er eigenlijk melding gedaan als er geen sprake is van gevaar of overlast? Waarom dan toch die melding? Heb je dat ook onderzocht? Nee, dat hebben we niet onderzocht in deze pilot. Ik kan er wel iets over zeggen in de zin van dat we ook hebben gezien dat sommige meldingen eigenlijk gewoon onterecht onder E33 worden geschaard. Dus eigenlijk kan je dan de conclusie trekken als je zegt, nou is 13% en wat ik noemde van, is eigenlijk geen sprake van overlast of gevaar. Dan kun je dus afvragen waarom die überhaupt als E33 melding is gemaakt. En dat is een klassificering die de politie eraan geeft. Maar we zagen ook dat er gewoon echt wel een aantal meldingen onterecht in die categorie zijn, of belanden eigenlijk. Ja. En heb je dan een idee waarom, waarom die melding er dan toch komt als er helemaal niet zoveel gevaar of overlast is? Misschien raakt dat wel aan het verhaal van Carlijn. Je komt voor jou een gewone vraag stellen naar een sleutelmaker en iemand meldt toch dat er blijkbaar gevaar of overlast is. Ja, nou ik denk dat zo'n het levendige verhaal van Carlijn, wat echt mooi een beeld schetst van waar we het dan eigenlijk ook over hebben, die zou wel echt onder een E33 komen en die zouden wij er ook, want wij hebben gekeken naar wat een politieman opschrijft. Ja. Dat is ook wel belangrijk denk ik om mee te nemen, dus dat is echt die blik vanuit die politie. Daarin. Ja. Dus dan kan het best in de praktijk zijn dat het heel anders ligt, wat ook maar zo duidelijk werd in dat verhaal. Maar als zo'n verhaal in de politiemelding zou zitten, dan zouden we daar wel overlast aan gehangen hebben. Maar ik denk bij die 13%, dan gaat het echt om meldingen die daar eigenlijk niks mee van doen hadden. Ja. Misschien dan aan Carlijn de vraag, als jij ons volgt. Heb jij een goed gevoel waarom nou die Bali-medewerkster daar een melding van maakte? Was die in paniek? Was die bang? Wilde die jou helpen? Kun je me horen? Ja, ik kan je wel horen, maar nog niet zien. Ja. Ik kan het wel begrijpen waarom. Wat haar overwegingen waren daarbij. Ze was waarschijnlijk overweldigd. Wist niet wat ze moet doen. Maar het was voor mij wel schokkend natuurlijk. Ja. Dat ze opeens zonder enige voorwaarschuwing of overleg daar ineens politie stond. Je zou in ieder geval kunnen zeggen wat jij ook zegt. Als ze al gaat melden, dat ze op zijn minst tegen jou zegt dat ze niet de sloten maken, maar de politie belt. Het is belangrijk om een samenspraak te blijven met de persoon, zoveel als mogelijk natuurlijk. Ja. En je merkt toch dat er nog steeds wel vaak over mensen wordt gepraat. En inderdaad, wat er over een persoon wordt geschreven vanuit de politie is ook weer heel anders dan van een wijkverpleegkundige ziet. Dat vond ik ook wel een goed punt dat net langskwam. Ja. Als je je zorgen maakt om iemand, heb ik liever dat iemand
meld, ja, dat ze zich zorgen maken, zodat ik daar vanuit hulpverlening in kan, dan dat er eerst allerlei overlast moet zijn. Dat sluit ook wel aan bij een van de vragen in de chats. Van hoe weten de mensen uit de wijk jullie te vinden? Hoe kennen ze jullie? Om ook al eerder naar jullie toe te komen. Ja, we hebben heel vaak in de krant gestaan en op tv geweest. Maar iedereen heeft gewoon mijn nummer. Iedereen mag mij gewoon bellen, denk ik. Ja. Maar ja, hoe komt iedereen aan jouw nummer? Ja. Dat is dan dat doe je door er te zijn? Ja. 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 Zichtbaar in de wijk. Je bent er gewoon. Als iemand belt, ik ga niet eerst afvinken of iets is voor mij ja of nee. Nee, het is altijd voor mij en als het niet voor mij is, zoek ik iemand anders. Ja, ja, of ze spreken iemand anders aan en die geeft het nummer dan. Hè. Ja, dus en hoe langer je daar werkt, hoe bekender je bent. Ja. Dat heeft ook nadelen, maar... Ja. Welke nadelen? Dat, nou ja, dat je aangesproken dat ze zeggen van, oh, dat zal wel niet goed zijn daar, want daar stond de wijk GGD aan de deur. Ja. Hè? Dus ja. 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 Maar ja, als we het beeld scheppen dat het dan niet iets gevaarlijks aan de hand is, dan juist niet. Stigmatiseert dat ook niet als jullie op de stoep staan. Nee. Ja, mooi. Even kijken, ik heb nog een vraag, ik wissel wat. Dat was een vraag die opkwam bij jou, presentatie, Manu. Daar staat suicidaliteit. Dat is eigenlijk vreemd, want dat is toch helemaal niet verward. Dat is zo duidelijk als maar zijn kan wat er gaat gebeuren. Hoe zit dat in die registraties? Nou, dat was maar een heel beperkt aandeel van de registraties. Dat is denk ik wel belangrijk om te noemen. Ik weet de percentages niet exact, maar misschien was het 90% ruim wat E33 melding was die wij hebben meegenomen. En slechts een klein deel E14, maar ik durf dat niet met heel veel zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval was het echt wel een klein deel. Ja, in die zin valt het dan wel ook nog steeds met de definitie samen. En dan kom je weer een beetje in die definitiekwestie van mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, waarbij het risico bestaat dat ze zichzelf wat aandoen. Nou ja, die kun je ook leggen op mensen die depressief en suicidaal zijn. En daarom hebben we die ook meegenomen. Ja. Een vraag over de open dialoogtechniek, of jullie die kennen, omdat er, dat is Charlotte, die suggereert dat dat heel erg nuttig kan zijn in de hulpverlening. Zegt dat jullie iets? Of, ik zie geen niet herkenning. Niet zozeer als woord, nee. Nee. Nou, ik denk dat wij heel veel open dialogen voeren. Ja, met wij alleen maken. Ja. Ja, maar het is blijkbaar een specifieke techniek. We hebben natuurlijk techniek, allemaal gesprekstechnieken en zo geleerd in onze opleidingen. Ja. Maar. Ja. Maar interessant. Nou, dan is het lastige dat we nou niet met de vraagsteller kunnen discussiëren. Maar er staat een naam bij, dus daar kunnen we altijd nog verder nazoeken. Even kijken. Wat wilde ik nog meer vragen? Aan Wendy. De vraag is, wat kan die FACT nou doen op het gebied van participatie, dat FACT-team? Kunnen die iets doen? Volgens mij is dat een van hun taken. Zij ondersteunen cliënten, ambulante cliënten, op verschillende leefgebieden. Dus niet alleen op participatie, ook op financiën, op gebied van symptomen. Er zit ook een psycholoog en een psychiater altijd in zo'n team, dus er vindt ook behandeling plaats. En participatie is een van de thema's waarop ze cliënten helpen. Ja. Ja, helder. Helder antwoord. Vraag aan jullie. Hoe snel kunnen jullie doorverwijzen als wijk GGD'ers? Zijn er niet heel veel wachtlijsten? Heb je dat niet een probleem van, nou wil ik deze persoon helpen, maar hij of zij kan nergens heen? Ja, die heb je natuurlijk. Hebben wij ook wachtlijsten. Maar wij hebben ook wel hele korte lijntjes. En soms kun je ook andere dingen alvast inzetten om de wachttijd die er is naar een wachtlijst toch te ondersteunen. Het is iedere keer maatwerk en iedere keer ga je kijken van wat kan ik op dit moment doen en hoe kan ik op dit moment
de zaak weer een beetje rustig krijgen, de hulpverlening opstarten. Maar ja, er zijn inderdaad wachtlijsten. Ja. En het is echt niet zo dat wij die wachtlijsten allemaal kunnen omzeilen. Maar nee. Een enkele keer lukt het wel, maar... En wat doe je dan als er toch een wachtlijst is? In gesprek blijven. Nou, ik zeg altijd, als je bijvoorbeeld een wachtlijst hebt, je kunt soms ook andere hulpverlening alvast inzetten. Hij is nooit één, er is nooit één ding. Er is altijd heel erg veel. Dus je kunt soms hebben dat iemand op de wachtlijst staat voor ambulante begeleiding. Maar dat hij ook moeite heeft om elke dag zijn hond uit te laten. En dan zoek je gewoon een vrijwilliger die met iemand samen die hond uit kan laten. Dus je moet creatief zijn. Ja. Mensen hebben nooit één ding. Het is altijd met mensen in gesprek. Wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig? Waar kunnen we je bij helpen? Wat is helpend? En wat is helpend? En dat kan heel, dat kan inderdaad zijn dat iemand samen de hond gaat uitlaten. Maar het kan ook zijn dat je af en toe even in de tuin gaat schoffelen. En wij hebben niet één vaste werkwijze. En natuurlijk is het ook zaak om je verantwoordelijkheden in te zetten. Om de druk wat op te voeren soms bij hulpverleners. Dat is ook onze taak. Dus dat is de minder leuke taak van dit werk. Maar je kunt heel veel betekenen voor mensen, zolang je met ze in contact bent. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Mag ik ook nog een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ik ben wel benieuwd hoe de samenwerking met bijvoorbeeld vakteams dan gaat bij jullie. Want ik kan me voorstellen dat er ergens wel, dat jullie soms ergens overlappen. Gaat dat altijd goed? Of is dat, Wij zijn geen hulpverleners. We zijn geen behandelaren, zo moet je het zeggen eigenlijk. Ja. Nee. Als een vak is, hoeven wij daar niet naartoe. Nee. En dan die signalerende functie, stel... Wij nemen wel eens contact op met mensen van het vakteam om hun te informeren hoe hun klant in beeld komt bij bijvoorbeeld de politie. Dat hun daar bijvoorbeeld geen weet van hebben. Mm-hmm. Vakmedewerker komt vaak 1 uur in de week, soms meer. Ja, maar of bij minder mensen, soms. Ja, of niet eens thuis. Ja. En weten vaak niet eens wat er speelt. Hè. We hebben wel eens een cliënt gehad die in een volledig vervuilde woning leefde. Waarvan de case manager niet wist dat die cliënt in een vervuilde woning leefde. Omdat hij altijd bij hem op kantoor kwam. Dat zijn dingen die ik onbegrijpelijk vind. Want dan denk ik, ja, hoe kan dat? Dan kun je behandeling geven zonder te weten wat er in iemand zijn leven omgeeft. Maar dat gebeurt. En dan is het dus zaak om daar niet tegen te zeggen van hoe kan dat. Maar om te kijken, hoe kunnen we met elkaar samen kijken om die cliënten in een minder vervuilde woning te laten wonen. Dus niet met het wijzende vingertje. Maar gewoon kijken, wat kunnen we doen om de situatie te veranderen. Ja. Dus altijd zorgen dat je... Natuurlijk, zetten we het soms wel eens op scherp. Dat is soms nodig. Maar je moet uiteindelijk altijd in de verbinding blijven. Dat is belangrijk. Ja. Ook nog een vraag aan jou, Wendy. Tenminste, de vraag kwam in de chat tijdens jouw presentatie. Of er ook is meegenomen dat gedwongen zorg op zichzelf traumatisch kan zijn. Dus dat dat ook gepaard kan gaan met geweld, manipulatie en intimidatie door de zorgverleners. Nou, niet specifiek. Het is wel een goede trouwens, want dat horen we wel heel veel terug van cliënten. Als onderzoeker, je werkt met eigenlijk een soort vaste vragenlijsten. Dus er zijn een aantal incidenten die we hebben uitgevraagd, specifiek hebben uitgevraagd. Daar zagen jullie ook die grafiek van. En zo ook voor discriminatie en stigma. En bij ervaren discriminatie zit inderdaad ook wel een vraag of een stelling... van, goh, heb je je wel eens gediscrimineerd gevoeld? Ik weet niet meer exacte formulering, maar in ieder geval door de GGZ-hulpverleners. Het waren allemaal face-to-face interviews. Dus je hoort zeker wel terug dat dat ook geregeld in opname was. Nou. Ja. Twee vragen aan jullie die over hetzelfde gaat. Eigenlijk van, hoe houden jullie het contact... Tot je de juiste zorg hebt gevonden, dus in die tussentijd. En de volgende vraag was, hebben jullie ook een soort waakvlamcontact? Ik denk dat dat misschien hetzelfde is. Ja, die heb ik. Hoe doen jullie dat? Een aantal mensen waar ik zo'n vinger aan de pols contact mee heb. Hoe doe je dat? Bij de een is het fysiek, bij de ander is het telefonisch.
De andere is het via hulpverlening. Ja, dat is dus ook iedere keer weer maatwerk. Ja. Maar je stuurt iedere dag even een appje, bijvoorbeeld. Die is er ook iemand, ja. Nou. Ja, mooi. Ja. Ien. Ondertussen was ik aan het praten, dus ik heb het niet helemaal bij kunnen houden wat er daarna nog op binnen is gekomen. Heb jij er nog een paar inhoudelijke vragen of inhoudelijke discussiepunten uitgepakt? Ja, eentje die nog niet zo aan bod is geweest gaat over meldpunten bij woningbouwcorporaties. Die zijn nog niet genoemd, terwijl er ook wordt gezegd door de sluiting van 20-30% van de GGZ-plekken en langer thuiswonen stromen veel mensen eigenlijk direct in de woningbouw, sociale woningbouw, weet ik niet, corporatiesector, die nog weinig hulp krijgen. Werken jullie daarmee samen, is dan de vraag eigenlijk van, kun je daarop reageren? Een hele belangrijke samenwerkingspartner, ja. Dus ja. Dus ja, eigenlijk is het toevallig nog niet gaan genoeg, ook maar we doen het wel. Samen op huisbezoek, samen plannen maken, veel. Ja, het is echt... Wij zijn niet zo van het specificeren, omdat dat, denk ik, daarin gaat heel veel verloren. Iedereen mag melden, iedereen mag zijn zorgen uiten. Wij gaan niet kijken of iets is voor de GGZ of voor de ouderenzorg of wat dan ook. Het is gewoon, ieder mens is zoals hij is, op zijn eigen unieke wijze. En dat is belangrijk om zo breed te kijken, dus ook. Ja, er was ook nog een vraag over 's nachts werken en in het weekend. Eigenlijk ook hangt het heel erg af van personen. Hangt het heel erg, als jullie op vakantie gaan, is er dan iemand anders die jullie rol overneemt? Hoe doe je dat, de continuïteit? Nou, wij zijn ondertussen met een heel team, verschillende gemeentes. En wij vervangen elkaar zeker tijdens de vakanties. Ja, en over het avond en het weekend, kijk. Wij zijn geen crisisteam. Wij gaan niet op crisis af. Er zijn genoeg andere partijen voor in Nederland die dat doen. Wij proberen wel doorgaans de meldingen die we binnenkrijgen om de eerstvolgende werkdag op te pakken. Dus we laten er weinig tijd tussen zitten. Ja. Het is ook vaak als de politie ergens komt, 's nachts of 's avonds, dat ze dan tegen de mensen zeggen van God, wij vragen of de wijk GGD morgen contact met jullie opnemen. En dan krijg ik dat wel. 'S avonds of 's nachts krijg ik dat wel via de e-mail van de politie binnen van of ik dat wil doen. Maar dan hebben de mensen weten ook waar ze aan toe zijn. Hè? Ja. En is het dan alleen in Vught, vraagt iemand nog? Nee hoor, tegenwoordig is in Vught, Haren, Oosterwijk. Rijstad, ja. Dongen, Geelse Rijen, Heusden en ondertussen nog ongeveer 30 andere gemeentes in Nederland. Okay. Ja. En wat is het verschil tussen bemoeizorg en de wijk GGD? Bemoeizorg is voor zorgwekkende zorgmeiders. En wij melden wel eens aan bij bemoeizorg. Dus wij zitten eigenlijk als het ware nog daarvoor. Als wij denken van nou, dit is iemand waar een heel lang traject voor nodig is. Van het verleiden naar zorg, het investeren erin. Iemand met lange adem. Dan melden wij die aan bij bemoeizorg. Ja. Ik zag ook nog een, ja, dan ga ik, mag jij hem zo weer overpakken. Dat was nog een vraag aan jou, Mayu, die binnenkomt. En die is een beetje cryptisch gesteld, dus ik hoop dat jij hem begrijpt. Ik hoop het ook. Er staat problemen met categorie 3, de ouderen niet in de wijk. Categorie 3, ouderen. Kan jij iets mee? Nou, dan gaan we gewoon vragen aan degene die deze vraag gesteld heeft. Of die er nog een mooie zin van kan maken. Dat we goed snappen wat het probleem is. En dan nog een vraag aan Wendy. Komt er ook nog een follow-up onderzoek naar de ervaringen van deze mensen? Zou leuk zijn, hè? Ja. Nou, het was een MWO-project en dan ben je altijd een beetje afhankelijk van subsidie. Maar we zijn nu wel nog, wat ik kort even liet zien, dat zijn de effecten van onze interventie. En waar ik nu nog mee bezig ben, dat is een procesevaluatie. Dus we kijken eigenlijk naar, is het nou geïmplementeerd zoals we bedacht hadden dat het geïmplementeerd moest worden. En daarbij hebben we ook allerlei interviews gehouden onder zowel de cliënten, hulpverleners, management, een aantal trainers ook van de module. Om te kijken, goh, wat vind je er nou van? Ook bij de cliënten, dus
ben je blij met die gesprekken? Heb je er iets aan gehad? Dus dat komt er nog wel als het gaat om de ervaringen. Ja. Ja. En als we de ervaringen van de cliënten nog in een follow-up willen onderzoeken, moeten we een nieuwe subsidieaanvraag schrijven. Nou, even een pot met geld zoeken. Gaan we doen. Dus Emma, jullie die denkt ondertussen dat ze het antwoord weet. Dus dat is ik denk dat er gedoeld wordt op... ik had een sheet laten zien met 6 subgroepen, of die indelen in eerste verkenning, nogmaals. En daar was inderdaad categorie 3 of 1 subgroep, de gedesoriënteerde oudere mens. Ik vermoed dat diegene zich afvraagt, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, deze meldingen spelen zich veelal op straat af. En ik denk overigens dat jullie het heel goed zouden kunnen aanvullen en vast ook zullen herkennen. Nog beter een verhaal bij kunnen maken wat je daar zo al aan tegenkomt. Maar wat ik daarover kan vertellen is, het werd al even genoemd, het dementerende ouderen, dat die veelvuldig zouden voorkomen. Ja, kan ik niet beamen vanuit wat wij hebben gevonden, maar het is wel een categorie die voorkomt. En die meldingen die dan bij de politie daarover komen, die worden meestal gemaakt omdat mensen ineens iemand staat stil of is verward, weet niet meer de weg. Vaak heeft het ook wel te maken met het verkeer, dat er risico voor het verkeer op dat moment dan ontstaat. Misschien wil jij het overnemen, ik zie je knikken om daar nog wat beeld bij te geven. Ja. Maar ik denk dat de wijk GGD daar ook heel goed, of vast ook over gebeld wordt. Kijk, we vergrijzen toenemend en dat brengt ook allerlei problemen met zich mee. Dat gedrag met zich meebrengt. Hè. Je ziet toename natuurlijk aan mensen met allerlei vormen van dementie. Maar ook mensen blijven ook veel langer zelfstandig alleen wonen. Hè. En dat zorgt er ook voor dat ze heel kwetsbaar worden en op allerlei fronten eigenlijk problemen kunnen krijgen, waardoor ze opvallen in de samenleving, omdat het even niet gaat of even wat apart gedragen. Ja. En zeker bij oudere mensen, zonder mensen te beledigen, maar moet je ook veel breder kijken. Want we hebben bijvoorbeeld wel eens een melding gekregen van een dame die op de dagbesteding kwam, waarvan ze iets hadden van die is echt toenemend in de war. Lijkt dementerend. En Sarah en ik komen binnen en treffen een vrouw aan met een hoogrode kleur. Was duidelijk in de war, maar was duidelijk... is één blik op deze dame. Je zag gewoon, deze mevrouw was ziek, had gewoon koorts. En Sarah had gelukkig een urinepotje in haar tas, urine opgevangen. Die vrouw bleek gewoon een urineweginfectie te hebben. Wat bij ouderen gewoon heel erg alles kan verstoren. Ja. Dus zij was echt delirant als gevolg van een urineweginfectie. Dit is geen dementerende vrouw. Deze vrouw is niet in de war, deze vrouw is ziek. En heeft gewoon een antibiotica-kuur nodig. Dus het is heel belangrijk dat je die brede kijk natuurlijk wel blijft houden op mensen. Dat je niet alleen maar specifiek kijkt naar het gedrag wat iemand vertoont, maar wat is er nou aan de hand? Wat zie je nog meer? Wat speelt er nog meer? Ja. Er vraagt ook nog iemand, wat voor reacties krijgen jullie van de bewoners uit de wijk zelf over jullie aanwezigheid? Dus niet de andere hulpverleners, niet de verwarde personen, maar... de andere wijkbewoners. Krijgen jullie reactie op jullie aanwezigheid? Ja, er wordt wel eens hey, dat is de wijk GGD'er gekscherend genoemd. Maar mensen spreken je ook wel aan op straat. Omdat ze zien dat de buurvrouw al dagen niet meer buiten is geweest. En dan zeg ik ook, bel eens een keer zelf aan. Want het is ook belangrijk hè, dat je mensen gewoon ook wel... mensen zijn ook heel makkelijk van dingen van hun bordje vegen. Maar denk ik, goh, bel eens een keer zelf aan. Het zou mij prettiger lijken als de buurvrouw aanbelt dan dat er meteen een wijk GGD voor de deur moet staan. Dus je hebt natuurlijk ook een functie naar de omgeving om ook zichzelf wat meer in te zetten voor omwonenden. Dus dat is heel belangrijk. Maar wij worden wel gezien, ja. En ik weet niet, soms is het vervelend, maar meestal is het prettig. Ja. Het is toch meestal wel goed dan, denk ik, als we je kennen? Ja, ik kan me voorstellen dat het niet prettig is als je herkend wordt voor de deur. En mensen gaan dan meteen denken, er zou wel iets mis mee zijn. Ja. En dus het is ook heel belangrijk voor ons om die stigma's er vooral af te halen. Want wij komen, Vught is, ik werk dan in Vught, dus de
wat is het, Wassenaar van het zuiden en alle problemen zijn alleen in de sociale woningbouw, hè, wordt het dan gezegd. Nou ja, ik kom overal en het komt overal voor en er zijn geen mensen waar ik niet kom. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk, dat het hoort bij de maatschappij. En je hebt ook mensen die zeggen, ja, het is allemaal wel prima, maar die wil ik niet bij mij in de straat. Ja, jij bepaalt niet wie er bij jou in de straat komt wonen. Ja, dit is Nederland, dus een vrij land en iedereen heeft recht om te wonen. Dus dat is heel belangrijk dat ook door ons uitgedragen wordt. Nog even terugkomend op, ik heb hem nu een paar keer horen vallen. In het begin werd hij ook gezegd, het is toch een hele grote groep dementerende ouderen. Ik hoor eigenlijk van jullie, die zijn er wel, maar dat is niet de grootste groep. Dat 8 van de 10, dat wordt niet herkend. Ik herken het niet, nee. En jullie ook niet. Maar ze, nou ja, wat jullie zeggen. We vergrijzen, ze zijn er wel. Het zal zeker toenemen. Ja. Maar het is nee, niet, het is nee. Echt. Het is niet de grootste groep. Nee, ik kom zo niet op de helft. Hè. Nee. Echt, nee, misschien in een dorp waar weinig jongeren wonen wel. Maar het is niet voor bij mij ons. Niet. Nee. 8 van de 10, ik ben sowieso niet van de cijfers, maar 8 van de 10 zou ik niet kunnen zeggen. Nee. Er komt ook nog een hele praktische vraag. Is er in Tilburg ook zo'n vergelijkbaar iets, wijk-GGD? Bijna. Bijna. Ja. Nou, dat is het goede nieuws. Ja. Nee, het is nog niet. Het is er nog niet, maar jullie zijn het goede voorbeeld, dus dan gaat het er vast komen. Nee, het is in ontwikkeling, zullen we zeggen. Nou, ja. Dat is heel goed te horen. En wat ik van jullie hoor, ook breder in het land aanwezig. Dus, hebben jullie nog vragen aan elkaar, misschien? Dat ruimen we ook altijd even tijd voor in. Jullie ik was wel benieuwd waarom jij je onderzoek Victoria hebt genoemd. Heb ik niet zelf bedacht, denk ik. Maar, ofwel. Nou ja, het heet in ieder geval Victoria. Hè? Victoria, het overwinnen van tegenslagen. En Victoria zit ook victimisatie in. Dus vandaar. Ja, het moet een naam hebben. Ja, okay. Ja, het overwinnen van tegenslagen is toch een mooie, mooi motto voor het onderzoek. Ian, heb jij nog... dingen in de chat gevonden. Er was ook gevraagd, eigenlijk 2 dingen over de wijk-GGD'ers nog. Wat lukt niet? Lukt er ook wel eens iets niet? En hoe ga je daarmee om? En ja, iets soortgelijks, wat als je bij iemand aan de deur staat en de deur blijft dicht? Je komt niet binnen. Dus, dat is het ene. En het andere is, wie bepaalt eigenlijk of jullie werk goed is? Werken jullie in een team met een manager? Of waar wordt je succes of je het goed doet? Moet je onafhankelijk zijn? Wie bepaalt dat? Nou, zullen we eerst beginnen met wat lukt er niet? En wat doe je als het niet lukt om binnen te komen of contact te krijgen? We hebben natuurlijk bemoeizorg, hè, die we in kunnen schakelen. Je gaat ook altijd kijken naar veiligheid. Is er sprake van een veiligheidsprobleem? Je hebt zoveel andere manieren om dingen te doen. Het is niet zo dat er maar 1 pad is die je kan bewandelen. Ik zeg altijd, je kunt ook proberen via de schoorsteen. Daar kijk je ook iedere keer in. Iedere situatie is anders. Je hebt daar gewoon geen richtlijn voor. En soms is het via een familielid, soms is het via een sportvereniging of soms is het toch door je aanwezigheid. Ik denk ook wel dat het goed is om te benoemen dat wij natuurlijk ook, wij zijn de schakel tussen zorg en veiligheid. Dus je kunt ook gebruik maken natuurlijk van drangmiddelen vanuit de gemeente om uiteindelijk iemand te bewegen tot hulpverlening. Maar dat is bij ons wel in het alleruiterste geval. Maar ga je nou wel eens naar huis met het... Ik kom er niet doorheen. Ik heb nou al die schoorstenen geprobeerd. Ja, we zijn geen superwoman. Die illusie heb ik ook niet dat wij alles op kunnen lossen. Maar ik vind het altijd verbazingwekkend. Wij krijgen soms wel eens een melding en zeggen ze... ja, we zijn al 20 keer aan de deur geweest, krijgen geen contact. En dan zie ik juist vaak het tegenovergestelde dat we aanbellen en dat we bijna van schrikken dat die deur meteen open gaat. Ja, wat is dat dan? Ik kan het niet omschrijven, maar er zijn... ik denk dat
daar heel vaak verscholen wordt achter dit excuus dan dat er daadwerkelijk geen contact te krijgen is met mensen. Nou, ik denk dat er altijd wel een manier te vinden is om met iemand in contact te komen. En ik merk ook dat de GGD is echt een deuropener. Het is zo'n, bij heel veel mensen toch associeer het nog met de ambulance van vroeger, maar ook gewoon als consultatiebureau, vakantiespuiten. Het is niet bedreigend, het is veilig en daar gebruiken wij natuurlijk. Ja, het is wel mooi dat jullie ook zeggen, eigenlijk lukt het altijd wel om ergens iets met familie of met linksom of rechtsom. Ja. Dus, en succes. Er wordt hier ook gezegd, mijn oprechte complimenten voor jullie werk. Ach. Dus ik geef hem toch maar even. Het is ook het mooiste werk wat er is, want je werkt met mensen. Dus dat is heel fijn. Maar successen, weet je, de meeste succesverhalen horen wij niet. Want als wij niet meer nodig zijn, zijn we ook niet meer in beeld. Nee. Dus ik weet niet. Ja, wij zijn onafhankelijk. En dat is ons grootste streven om dat ook te blijven. Want als je onderdeel wordt van een systeem, dan moet je ook je gaan houden aan het systeem. Dus onafhankelijke rol is gewoon heel belangrijk. Ja, en voor mij is het een succes als ik een appje krijg van een cliënt die zegt van kom je nog een keer langs, want ik mis jou. En dat zijn voor ons natuurlijk succes. Uiteindelijk gaat het om dat mensen zich beter gaan voelen. Ja, maar ook we hebben natuurlijk ook in het begin van, god, doe je werk goed. Hè? En zijn je opdrachtgevers, zijn niet tevreden. We hebben natuurlijk onze managers, zij zijn ook overal gaan vragen. Hè? Bij de politie, bij de wooncorporatie, bij huisartsen, bij de gemeente, bij de ambtenaren. Van, hè, wat zien jullie van de wijk GGD? Wat bereiken ze? Zien jullie verbeterpunten? Dat is echt wat we in het begin allemaal de revue hebben laten passeren. Ja. Dus, hebben jullie mensen ook benaderd. Werken jullie ook samen met Veilig Thuis? Vraag ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, tuurlijk. Logisch partner. Ja. Mag ik ook een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Je gaf net aan, hè, het is heel belangrijk dat we onafhankelijk zijn en niet onderdeel worden van een systeem. Kun je dat nog iets nader uitleggen van wat is dan een systeem? Een wijkteam, een sociaal team. Hè? Dat is daarin opgeslokt wordt en met de structuren. Het is zo belangrijk dat wij ad hoc weg kunnen gaan en niet met allerlei afspraken vastzitten. En dat we niet rekening moeten houden met anderen of gevraagd worden om allerlei andere bureaucratische dingen te doen. Maar wij moeten er echt op af kunnen. Hè? En de kracht zit hem in snel melden. Hè? Dus als je onderdeel wordt van een systeem, dan moet het vaak, bijvoorbeeld, dan moet een melding moet dan aangenomen worden. Dat wordt getrieerd en dan wordt er gekeken wanneer wordt het besproken. Nou, dan ben je al een week verder. Terwijl wij binnen 24 uur zo'n melding oppakken. Dus de kunst is om dat ook, om die slagkracht te kunnen blijven houden. Dat je snel, weet je, als een supermarktmanager mij belt, moet ik er gewoon naartoe kunnen. En dat kan soms niet binnen 5 minuten, want ik zit soms ook gewoon in gesprek. Maar als je dezelfde dag er naartoe kunt, en het liefst zo snel mogelijk, dan kun je het meest bereiken. Ja. Ik kijk op mijn horloge. Ik wil nog even ook naar Carlijn terug, die ons ongetwijfeld zit te volgen. Had jij nog toevoegingen of vragen aan de anderen? Want voor je het wilt ben je echt uit beeld. En dan sluiten we af zonder jou nog even te hebben gevraagd. Ja, het viel me op inderdaad wat armoede ook, financiële problemen worden genoemd en stigma, marginalisering ook op de arbeidsmarkt. En ik denk dat we daarmee twee hele belangrijke pijlers hebben ook. Ik denk dat we heel holistisch moeten kijken naar het soort samenleving waarin een bepaalde groep bij voorbaat al als kansloos eigenlijk wordt gezien. Wat ervoor zorgt dat mensen ook in een verdringing raken. En ja, in deze samenleving doe je zonder werk al heel moeilijk mee. Met woningen, met rondkomen. En is het dan ook niet heel raar dat mensen in de knel raken. Omdat iedereen zijn eigen boontjes moet doppen. De buren hebben misschien 2 keer zoveel inkomen als jij. Maar er wordt nooit eens gekeken, kunnen we samen voor ons voedsel zorgen of zo. Heel individualistisch. En ik denk ook dat we daar meer naar moeten gaan kijken in plaats van alleen naar het individu. Dat dus eigenlijk de symptomen laat zien in de vorm van stress, in de vorm van schreeuwen van een samenleving die ook niet helemaal goed meer functioneert.
Dus met die wil ik graag afronden. Ja, dankjewel. Nou, dat is een hele mooie afronding. Dus ik zat hem al voor te bereiden, maar jij hebt hem gemaakt. Inderdaad is dat denk ik het antwoord op waar de titel van de zorgsalon is, Samen in de wijk. Wat is daarvoor nodig? En ik denk dat het antwoord is samen. Niet het individu moet het oplossen, we moeten het met elkaar oplossen. Je moet maatwerk leveren, linksom of rechtsom creatief zijn. Niet vastroesten in een systeem, mensen niet in hokjes duwen. En er vooral zijn voor elkaar, vanuit jullie positie, maar ook vanuit de maatschappij, als buren, als mensen om elkaar heen. Daar ga ik mee afsluiten. Ik wil alle sprekers, Carlijn niet hier, Sarah, Esther, Mayou, Wendy, ontzettend bedanken voor hun bijdrage. De technici bedanken, Ian bedanken voor het bijhouden van de chat. En u allemaal voor het meediscussiëren op deze manier. We hadden jullie graag live gezien, maar ik denk dat dit een hele mooie manier was om met elkaar in gesprek te zijn. Nou, sluit ik altijd nog even af met onze volgende zorgsalon aan te kondigen. Dat is op 10 december. Dat gaat over maatwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt. Inclusieve samenleving is het centrale thema voor onze zorgsalons allemaal dit jaar. En ik denk dat die ook online gaat zijn, maar dat weten we nog niet zeker. Dat gaan we zien. Ik wens u allemaal een hele goede middag en avond verder. En applaus voor jullie.